Een laatste groet met een glimlach van Sanne van Paas uit Vlieren. Zij reed in Oostmalle haar allerlaatste veldritwedstrijd. Hierna gaat ze met pensioen. En dat is na al die mooie jaren in het veld toch wel even wennen. Graag, maar ook wel fijn, want nu zit het gewoon mijn missie erop. En ja, weet je, ik heb gewoon het seizoen zo geëindigd en op een mooie manier. En ja, supermooi om zo met heel veel vrienden en bekenden je laatste wedstrijd te kunnen rijden. Ooit won ze het wereldbekerklassement, haar absolute hoogtepunt. Maar daarna kreeg ze een blessure waar ze eigenlijk nooit goed van herstelde. Van Paasen voelde aan alles dat de tijd rijp was voor een andere uitdaging. Veel dingen meegemaakt, veel mooie mensen mogen ontmoeten, mooie overwinningen in de wacht gesleept. Ook wat dieptepunten meegemaakt. Maar ja, dat hoort bij het leven en dat heeft me gevormd als Sanne. En ik denk dat het me veel gebracht heeft en waar ik heel veel dingen weer heb voor in de toekomst. En waar ik kan op een mooie carrière terugkijken. Dan de mannenwedstrijd met daarin de ontroonde wereldkampioen Mathieu van der Poel. Hij nam vandaag genoegen met een vierde plek op een parcours waarop hij liever niet rijdt. Donderdag vliegt hij naar Cyprus. Daar begint zijn nieuwe uitdaging, de Olympische Spelen halen op de mountainbike. Ik ga proberen punten te sprokkelen inderdaad. Dat is met het doel om in de wereldbekers en op het EK een dichtere startplaats te krijgen. En dan is het al iets makkelijker als je iets meer van voren gaat starten.